Hoi lieve, lieve, allerliefste onderfamilie en welkom weer bij deze nieuwe vlog. We gaan vandaag kijken naar zaterdag 24 juni, een dagje waarin ik gewoon lekker ga rommelen aan mijn kantoor, de laatste puntjes op de i ga zetten. Dus ben je benieuwd? Kijk dan vooral lekker verder, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Hey, hallo, jij ook hier. Leuk dat je kijkt. Het is hier in huis qua troep en qua inrichting en indeling echt een regelrechte ramp. Ik heb boven een speciale leuk of meukamer ingericht. Een soort van magazijntje met allemaal stellingkasten en dozen. En het is een rotzooi. Ik ben er niks meer mee aan het doen. Ik kijk er nooit meer in. Ik leg er nooit meer wat in. Het is echt even nodig dat ik dat nu ga opruimen. Gewoon dat ik rust heb in mijn kop, rust in mijn huis. Dat ik gewoon weer dingen netjes kan opbergen. En dat ik weer een beetje normaal kan werken. Ik heb nu natuurlijk mijn kantoortje. Daar gaan jullie aankomende onderdinsdag van alles van zien. Want dan ga ik een soort van office tour doen. En vertellen waarom ik deze keuze heb gemaakt om een kantoor te huren. Straks komt er ook een vriendinnetje. Die gaat mijn pc in elkaar zetten op mijn kantoortje. Dus daar gaan we straks nog eventjes heen. De IKEA komt wat spulletjes leveren. De laatste dingetjes. En is het daar eigenlijk helemaal klaar. Mijn tafel moet alleen eventjes in elkaar en de pc. Twee hele kleine dingetjes moeten daar nog gedaan worden. En dan, ja, is het gewoon klaar. Super fijn gevoel en super fijn idee. Ik ga eventjes mijn gezicht erop zetten. Make-up ombakken, smeren. Kijk dan. Nee, ik ben hier helemaal niet blij mee. En ook hier, ik krijg straks een kledingrek ook van de IKEA. Dit is namelijk naar beneden gedonderd. Dat hing eerst aan die muur. En dan ga ik dit verplaatsen. Komt hier een kledingrekje. Dus dat. Maar eens eventjes Dolly uitlaten, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Hè? Je moet kakkie doen, hè? Dat dacht ik al. Kom, gaan we naar buiten. Gaan we naar buiten? Oh, ja! Kom, gaan we. Was lekker? Ik ben inmiddels aangekomen in mijn kantoortje. Jaal is er, druk bezig met de pc. Zeker. Lekker rotband hier. IKEA is inmiddels langs geweest, mijn tafelblad is er. Ik weet niet of jullie weten wat er met mijn vorige tafelblad is gebeurd, maar het frame staat in elkaar zoals je ziet. Ik had eerst het tafelblad erop gemonteerd, maar dan verkeerd. Er horen namelijk stukjes tussen. En die had ik er dus niet tussen gedaan, waardoor er echt een hele rij aan gaten ontstaan was in dat tafelblad. Dus ja, een beetje zonde. Maar ik heb nu een nieuwe. Ik heb hem hier helemaal naartoe gesjouwd, dus ik heb een beetje trillerige handjes. Ik ben niet zo sterk. Dus poging 2. En hopen dat het nu goed gaat. En voor de mensen die willen lachen, dit is de foto van de tafel van hoe het er eerst uitzag. Lekker dom. Deze dingetjes was ik er dus vergeten tussen te doen. Die fout ga ik nu niet maken. Dus ik ga ze erin rossen. En hoop dat het helemaal goed komt. Ja, het is echt dom, hè? Ik word hier gewoon uitgescholden. Nou, de tafel staat dus in elkaar. Ik heb er inmiddels wel wat dingetjes opgezet. Het is gelukt. Heel goed, Dionne. Goed voor jou. Ik krijg een sticker en een krul. We zijn dus nog met de pc bezig. Het gaat de goede kant op. Uh-huh. We hebben inmiddels wat eten besteld. Een lekkere pizza. Lekker. Jij in ieder geval. Ik heb een lekkere Italiaanse bol. En dit is de computerkast. Ik vind hem echt mooi. Dit zijn mijn twee schermen. Die zijn natuurlijk echt huge. Maar ja, even afwachten. En eerst even lekker kannen. Yes, ik heb honger. Het is mijn Italiaanse bol. Lekker man. Oh. Kijk, dit is mijn broodje. Het is een Italiano. Zeg van alles op. Oh. Wow, komt echt stoom vanaf. Lekker. Oh. Ik breek van alles hier. Jouw is inmiddels naar huis, maar mijn pc'tje staat. Ik heb twee nieuwe schermen en natuurlijk de kast. Heeft ze helemaal in elkaar gezet. Super tof. Hij doet het heel erg goed.
Dus ik ga hem afsluiten en dan ga ik maar eens naar huis. Oké. Dit is dus het ding. Oeps. Het is helemaal gelukt met mijn pc. Staat allemaal mooi in elkaar natuurlijk. Maar het duurde echt veel langer dan ik had verwacht. En ik zou natuurlijk mijn leuk of meukkamer gaan opschonen. Ik zou mijn kledingrekje in elkaar gaan zetten en mijn kleding uitzoeken. Maar ja, de dag heeft niet zoveel tijd meer over. Dus wat ik ga doen is in ieder geval eventjes mijn kledingrekje in elkaar zetten. Zodat die kleding hier van de grond verdwijnt. Als het hier een beetje in ieder geval opgeruimd is. En misschien dat ik mijn leuk of meukkamer dan nog ga doen. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet, want ik ben ook nu een beetje moe. Dan doe ik dat gewoon een ander keertje. Ik vind het wel even jammer, want ik had wel gewoon zin in die nieuwe start. Een beetje opfrisbeurtje in mijn huis. Maar goed, die pc was natuurlijk ook super belangrijk. Want dan kan ik vanaf deze week lekker aan het werk in mijn kantoortje. En ook daar editen nu. Dus dat is ook gewoon super belangrijk. Dus ja, maar even aan de slag met de kledingrek. Top. Zo, het is nu echt tijd om te gaan slapen. Het is nu inmiddels 3:00 s'nachts. Dolly gaat lekker bij me slapen. Het is tijd om een dutje te gaan doen. En dat brengt ons bij het einde van deze vlog. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En in dat geval moet je natuurlijk gewoon even een hele dikke duim omhoog doen. En ben je nog niet geabonneerd, moet je dat ook eventjes doen. En dan zien we jullie aankomende dinsdag weer. Dus tot dan. Dikke kus en knuffels voor jullie. Doei jongens. Doei.